Vandaag gaan we omelet à la Carin maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Broccoli, ketchup manis, chilipoeder, hornepoeder, eieren uiteraard, currypoeder, paprikapoeder en zout. Gaan we meemaken allemaal. Oké. Wat gaan we allemaal doen? Ik zie een kommetje klaarstaan. Ja, een kommetje inderdaad. Een heleboel ingrediënten. Ja, en dan doe ik een eitje zo. Zo, dat is 1 ei. Nog een ei. Nog een ei. Gedoek maken is leuk. En ik hoef geen schelpjes erin. Niet? Zo lekker knapperig. Nee, dat is niet fijn. Lekker op je vingers kijken. Ik weet niet hoe mensen dat doen om... Met een eierlopje. Pak het zo uit. Is dat zo? Yep. Wel een lege nemen, hè? Haha, mispoes appelmoes hoor. Mispoes appelmoes? Dan kijk die appelmoes. Ik heb het. Kijk, daar doen we het voor. Wil je nog meer oefenen? Nee. Niet doen, nee, niet doen. Daar kan ik heel slecht tegen nu. Okay. Niet doen. Okay. 2 eitjes. Dat hele rode. Dan pak ik een vork. Een vorkje. Hutselen. Wacht heel even, monumento. Ik wacht heel even, monumento. Lampje aan. Oh, beeld. Dicht en duidelijk. Ja. Nou goed. Wil je de andere vast aanzetten of niet? Doe ik zo. Oké. Okay. Dan doe ik een beetje ketchup. Hoeveel? Een beetje. Gevoelsmatig. Een scheutje. Dus 2 scheutjes. Oké. Okay. Yes. Dan krijg je het zwart ei. En dan pak ik wokolie. Wokolie. Een heel klein beetje heb je echt hiervoor nodig. Hoeveel is dat? Nou, dat is een heel klein beetje. Een klein beetje. Verwachten wil je. Grote pand. En dan een aansteker. Een aansteker met vlammetje. En hij is aan. Ja, die andere ook. Die doe ik ook even aan voor je. Top. Zo, dan kan dit lekker warm worden. We zien het. Mooi. En dan doe ik deze erbij. Chilipeper. Verse garnalen. Peper. Verse garnalen peper. Hier even roeren. En dan... Vers gestrooid currypoeder. Wat is dat? Paprikapoeder? Paprikapoeder inderdaad. Oké, okay. Vers verstrooid. Als jij dat zegt, is prima. En dan niet het grote, zoals deze, wat Roderick al een keer heeft gedaan. Maar een kleintje. Een beetje in mijn hand. Oké. Okay. En wat ik ook soms nog wel eens lekker vind. Vertel. Dankzij Roderick. Vind ik wel eens lekker. Bah! En lekker wel stinken. Het is lekker. Het ruikt nu al. Zo. Een hele lading. Knoflook erin. Nou, dan is deze ook wel ondertussen helemaal lekker heet, want dat zie je, want het gaat sneller. En dan is het dus 1, 2, 3. Giet hem uit. En je hoort het ook dat het zist. Dus heet is. Hoor het zist. En wat doe ik dan altijd om groter te maken? Lekker. Langs de kanten. Langs de kanten. Dan krijg je een grotere omelet. in een klein pannetje. Ben je niet bang dat het over de rand heen gaat? Nee hoor. Als het zwart begint te worden, is het zeker al klaar. Ja, zeker wel. Dan is het te ver gegaan, zeker? Ja. Dat dacht ik al. En die droogt heel snel, dus... Ja, zeker als je de oppervlakte verdunt om die omelet groter te maken. Juist. Doe ik een beetje zachter. En ik doe nog een beetje zout bij de eieren. Anders vind ik het niet te vreten. Okay. Ga je nog omdraaien? Of? Ja, zometeen. Oké. Okay. Het moet eerst solide zijn natuurlijk. Yep. Dat dacht ik al. Zo meteen bij jullie terug als ik hem ga omdraaien. Nou, is het moment. We gaan hem losmaken. Het is wel lekker knapperig. Ja, aan de zijkant. Er zit geen wokolie natuurlijk, dus daar gaat het flink hechten. En dan is het omhoog gooien of dubbel vouwen? Oeh, dat ziet er lekker zwart uit. Goed gaat. Ja. Yep. Daarmee.